Hoi allemaal, ik wilde even wat leuks met jullie delen. Binnen de westernsport rijden wij natuurlijk niet met rijlaarzen, maar met western boots. En Lana die had gewone rijlaarzen, maar die zijn een beetje te klein geworden. Dus ik heb nieuwe western boots voor haar besteld. Ze zijn groen met bruin. En dat weten jullie wel, maar zij nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze reageert als ze ze volgende week binnenkrijgt. Want er stond iets van 4 tot 6 dagen dat we moesten wachten totdat ze geleverd zouden worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze reageert. Dus ik zal er ook even filmen wanneer ze binnenkomen en dan kunnen jullie haar reactie zien. En hopelijk passen ze. Nou, welkom hier bij Western Races. Hey, ik ben er natuurlijk ook. Ik heb een verrassing voor je, Lana. Volgens mij moet je even in de gang kijken. Onder de jassen. Zeker. Ja, pakken we maar onder vandaan. Oh, kijk. Ik zag de poes voorbij komen. Die is lekker aan het buiten spelen. Neem hem maar mee. Gelukkig niet zo zwaar. Gaan we eens even kijken wat daarin zit. Dan moet ik maar je sleutels gebruiken. Ja, dat kan. Lana pakt eventjes iets om hem open te maken. Werkt dat? Oh. Oh, voorzichtig. Iets meer omhoog, want er zit een... wacht maar. Je kan gewoon hier aan trekken, Lana. Ja. Uh-oh, het zit erin. Zo, was je ook met die vork in je handen? Zo. Even erbij vertellende dat Lana net op de bank zat. En de laatste voortand eruit viel, gewoon. Hè? Ze hoefde er niks voor te doen. Nou ja, wel een tijdje... last hebben van een hele losse tand. Maar ze hoeft er nu niet meer aan te trekken. Oh, brieven. Ze heb je gewoon post gekregen. Nog een doos. Het blijft spannend. Hoe maak je deze open, man? Nou, ga dat maar eens even uitvogelen hoe je die openmaakt. Wat denk je dat erin zit? Wat zijn dat? Wauw, zo stoer. Cool. Nou, ze lijken wel heel groot. We moeten nog maar even kijken of je die wel past. Oh. Boink. Hier pas. Zijn ze nog een beetje groot? Moet je even dikke sokken aan de eerste tijd? Ga je er bijna uit? Ja. Oh.
En wat denk je als je dikke sokken aan hebt? Dat je dan wel of moeten we ze kleine bestellen? Nee, kleine. Doe die andere ook maar even aan. Dan kunnen we even zien hoe stoer ze staan. Niet helemaal onder. Maar je vond je eerste les bij Aniek wel heel leuk, hè? Ja. Dus, binnenkort weer? Ja. Wat had je allemaal geleerd van Aniek? Hoe ik achteruit moest lopen. Ja, inderdaad. Slangetje. Slangenvotten? Ja. Dus leren sturen, hè? En had je ook nog gedraafd? Ja. Ja, hè? Maar nog geen galopje in de les, hè? Nee, die nog niet los. Nou, ga eens even staan. Dan kunnen we het even goed zien, hè? Die mooie laarzen van jou. Wauw. Draai eens een rondje. Ze zijn wel heel stoer, hoor, Lana. Mm-hmm. Staat wel een beetje gek met deze kleren, maar dat maakt niet uit, toch? Nee. Nee. Ben je er blij mee? Mm-hmm. Mooi zo. Nou, heb jij verder nog wat vertellen aan de kijkers? Nee. Nee? Oh ja. Abonneer op ons kanaal, Westermeetjes, en we gaan voor de 100 duimpjes omhoog. Doei!